Amsterdam. Zaterdagavond. Vanuit Sinners in Heaven. 45 minuten vol dilemma's, valkuilen en discussie. Welke gasten geven zich vanavond bloot bij Mariska Hülscher? Goedenavond. Vanavond bij mij te gast twee hele goede vrienden. En de een die schreef ooit over de ander: als jij een vrouw was en niet zo in de war, zou ik zo met je trouwen. Nu overweeg ik om je te adopteren. Nou, dat moeten hele goede vrienden zijn. De een die is tekstschrijver en producer van onder andere Tim Immers, Treintje Oosterhuis, Rob de Nijs, Gordon. En ik zou vooral niet bij hem op de koffie gaan, want je hebt zomaar een paar scheppen zout in je koffiekopje. John Eubank. Ik drink het niet van. Hallo, John. Zonder nou de naam te noemen van die goede vriend van jou die boven zit, hè? Als jij nou een tekst voor hem moet schrijven, welke woorden moet die tekst dan in ieder geval bevatten? Woorden die een gevoel weergeven wat hij... Noem eens een paar woorden. Nou ja, liefde, warmte. Dat is het. Verdriet momenteel natuurlijk. Ja. Een negatief puntje van hem, weet je dat te noemen? Dat hij die niet heeft. Dat is heel vervelend, namelijk. Ja. Ik ga naar hem toe. Ik zie je zo meteen, John. Tot zo. Voor deze Italiaanse Alkmaarder zijn dromen geen bedrog. En dat is de waarheid. Als kind droomde hij van een carrière als kok. Maar hij hing zijn koksmuts al snel aan de wilgen om de sterren van de hemel te gaan zingen. En hij kan er inmiddels aardig van rondkomen. Marco Borsato. Hallo, Marco. Hallo. Zo, John die was uitermate lovend over jou, hè? Gelukkig wel. Maar het gaat over liefde en komt allemaal heel, komt ook heel lief over eigenlijk. Ja, maar... Dat ben je ook. Vind ik. Meestal wel. Ja? Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan jullie vriendschap? Het is heel onvoorwaardelijk. Het is gebaseerd op pure vriendschap, wederzijds respect en... Je hebt altijd het idee dat je alles tegen elkaar kunt zeggen. En we hebben één heel groot raakvlak. En dat is de muziek. En daarin vinden we elkaar blindelings. En voor de rest verschillen we heel veel van elkaar. Dat is heel gek. Maar ja. Toch, ja, bij die muziek vind je elkaar weer. Ja, we gaan hem natuurlijk zo bijhalen. Maar eerst gaan we eens even kijken wat mensen op straat van je vinden, Mark. Oké. Okay. Quiet. Helemaal niks. Ja, ik kan wel van Nederlandse muziek, maar meer van de dijk en dat soort dingen, maar geen Borsato, nee. Ik ben een groot fan van Riccardo Cocciante, maar ik vind het heel jammer dat een Nederlandse zanger al die Italiaanse nummers gaat imiteren eigenlijk. Ik vind het eigenlijk een beetje een jatterij. Hele goede zanger. Zingt lekker, mooie liedjes. En tekst, ja. Als je een tekst luistert, dan weet je al genoeg, joh. Hij is lang. Hij heeft een mooi slank figuur en hij heeft mooie kapsel van haar en zo. Dus hij ziet er echt knap uit. Ik zou best met hem een avondje willen stappen. Dat is die blinde zanger, hè? Marco Borsato. Ik vind hem ontzettend met zichzelf ingenomen mannetje. Hij zingt wel beter dan Koos Albert. Nou, ben ik niet zo gek op. Waarop? Nee. Waarom? Marco Borsato. Oh, helemaal niet. Hij heeft gewoon een leuke uitstraling. Zingt mooi. Ik vind hem enig. Beschaafd. Ik hou daar wel van. Leuke uitstraling, zingt wel leuk, liedjes waar je lekker op mee kan zingen. Daarom. En hij heeft een verkering uit, dus wie weet. Nee, ja. Wat vind je daarvan, als je dat allemaal zo hoort? Ja, nee, maar ik bedoel, je hebt altijd de voor en de tegen. Ik vind dat je hebt het heel mooi weergegeven. Ik bedoel, als, waar een plus is, is een min ook. Ik bedoel, dat... niet iedereen vindt biefstuk ook lekker. Ja. Nou, ben je natuurlijk heel erg populair. Heel veel mensen kopen je cd's. Dus over het algemeen zit het wel goed. Maar hoe ga je dan om met negatieve reacties? Zoals je daarmee om moet gaan, denk ik. Ik bedoel, er zijn altijd wel dingen bij waarvan je denkt, nou, daar hebben mensen misschien gelijk in. Ja, en, zo denk je ook? Nou, ik vind dat je... Ik bedoel, zelfverzekerd zijn is op zich niks mis mee. Maar het moet, je moet wel openstaan voor kritiek. En... Je filter daar voor jezelf uit iets waar je wat mee kunt. En een negatieve energie, dat zet ik altijd van me af. Ik bedoel, ik ben inmiddels gewend dat er altijd een aantal mensen voor zijn en dan ook weer tegen. Ja, dat... Pas je een beetje aan als je bijvoorbeeld... Kijk, op het moment dat je de deur uitloopt, dan ben je eigenlijk loslopend wild. Pas je dan ook aan of niet? Nou ja, ik kan me vrij goed aanpassen. Ik bedoel, het is...
op het moment dat je ergens naartoe gaat waar je verwacht wordt, ja, dan daar zijn een aantal mensen die daarop zitten te wachten. En dat lokt bepaalde reacties uit. Dus stel je er een beetje op in. Ja, kan je een voorbeeld noemen van iets wat je nu gewoon niet meer doet aan het publiek? Als je gewoon door de straat loopt of de winkel of wat dan ook. Iets. Ja, je houdt een beetje rekening met, weet je. Net zo goed als je mening geeft. Net zo goed als je een drankje gaat drinken ergens. Op het moment dat ik nu iets mijn stem verhef of te enthousiast met een pot bier loop te zwaaien, dan ben ik natuurlijk gelijk een zwaar alcoholist. Dat soort dingen word je wat genuanceerder, maar het is niet zo dat ik eronder gebukt ga. Het is ook niet zo dat ik expres dingen weglaat, nee. Maar je houdt een beetje rekening met. Ja. Zullen we John erbij halen? Vind ik wel een goed plan. Daar komt hij hoor. Is John Marco inderdaad altijd zichzelf? Ja. Ja? Nou, niet altijd natuurlijk, maar ik bedoel, dat kan ook. Hij past zich in zoverre dan ook niet aan? Nee, zijn basis is altijd zichzelf. Alleen je moet, wat hij zegt, je moet af en toe een beetje voorzichtig zijn met wat je doet natuurlijk. Ja. Als je publieke figuur bent. Merk je dat ook duidelijk aan hem? Ik merk wel wanneer hij niet lekker in zijn vel zit, ja. Gebeurt dat wel eens dan? Nou ja, heel, ja, tuurlijk. Iedereen toch? Jij toch ook wel eens? Of? Ja. Maar wat doe jij dan om hem... want ik bedoel, als je dan moet optreden of als je moet presteren... dan moet het toch maar weer uitkomen op dat moment. Wat doe jij dan om hem daarin te helpen? Nou, soms niets.